Het IMF legt de focus op macro-economisch herstel, maar het herstelplan van de regering gaat veel verder en wel opbouw van de sociaal-economische structuur en wederopbouw van bestuur. Daarom is het herstelplan de paraplu boven het IMF-programma, zei minister Stanley Ragubarsingh gisteren op het tussentijds economisch debat 2023 van de Vereniging van Economisten in Suriname. In de afgelopen 3 jaar is er veel aandacht gegeven aan het macro-economisch herstel en de samenwerking met het IMF. Volgens minister Ragubarsingh leiden de getroffen maatregelen langzaam tot stabiliteit. Die hebben vertrouwen uitgesproken, niet alleen, maar die zijn ook dat aan het steunen met financiering en technische assistentie. Wat er gebeurd is met het herstelplan zijn hervormingen, verschuiving van de belastingdruk, introductie van de BTW op een zeer ongelukkig moment. Dit soort drastische maatregelen, hervormingen, doe je doorgaans in stabiele situaties. Hier hebben we de BTW ingevoerd in een ernstige crisissituatie. Toch kan ik u melden, de netto-inkomsten in het eerste halfjaar van de BTW zijn 90% van wat we moesten halen, netto. Na 1,9 miljard ten opzichte van 2,1 miljard. Ook dit is een groot succes met alle kanttekeningen en problemen die we erbij hebben. Wanneer het gaat om transparantie, zegt minister Ragubarsingh dat het probleem niet het gebrek aan informatie is, maar het niet kunnen interpreteren van de informatie. De les die uit 3 jaren regering Santokki Brunswijk wordt gehaald, is dat goed bestuur en niet de grondstoffen de beslissende factor voor vooruitgang is geweest. Wilgo Bilkendijk, voorzitter van de ASFA-alliantie, vroeg aandacht voor de ambtenaren die nog steeds in dienst worden genomen in plaats van worden afgevoerd. En voor ons is het afvoeren niet het primair deel. Eigenlijk wij zeggen van oké, misschien moet je de mensen transformeren. Want dan zijn er andere sectoren die in feite parastale instanties die met een tekort zitten. Dus dat is eigenlijk een belangrijk onderdeel. Ik zie niet dat nieuwe politieke partijen kan hakken door het apparaat. Je moet eigenlijk met een iets slimmer voorstel komen. En dan heb ik nog 1 laatste anticorruptiewet en compatibiliteitswetten. Ik ben benieuwd hoe de minister daar naar kijkt, in het kader van NRA natuurlijk. Maar ook dat zal gelden straks voor de andere politieke mensen die in dienst zijn aan het woord komen. Dank u wel. Het PSR-programma van minister Sociale Zaken heeft een window om te zeggen, kunnen wij mensen die uitfaceren uit de overheidssector zodanig beschikbaar stellen dat ze tegen lagere kosten beschikbaar zijn in de particuliere sector, kunnen ze omvormen tot. Nou, dat zijn kansen die, waarvan ik denk dat we in goede samenspraak, en die goede samenspraak is er, dat we dat zouden kunnen oplossen. Volgens Ragubarsingh zullen in de komende 2 jaren olie en gas, carbonkredieten en klimaatverandering voor geld in het land zorgen. Tijdens het debat konden vertegenwoordigers van 10 politieke partijen hun vragen stellen aan de financiënminister. En in ons journaal van morgen komen we hierop terug.